Schouten, Hunter, Klier, Michaelsen, Joachim, Omloop en De Klerk. Twee Belgen voorop dus. Het peloton zit op 1 minuut 50 en daar werkt Johan Museeuw hard. Mappai heeft niemand mee vooraan, maar kan wel op twee sprinters rekenen. Tom Steels en wereldkampioen Oscar Freire. Op het moment dat de kopgroep zijn voorsprong ziet slinken tot 30 seconden ontsnapt Wim Omloop. De Zuid-Afrikaan Robert Hunter gaat erachteraan. De twee gaan de laatste ronde in met een voorsprong van 36 seconden op het peloton, maar houden niet stand. Iedereen weer samen. Hendrik van Dijk demareert in het zog van een motor. Van Dijk krijgt het gezelschap van Knaven, maar de twee worden in de laatste meters gegrepen door het peloton. In de massaspurt geen Mappijs meer te zien. Wel Jeroen Blijlevens, maar ook hij wint niet. Wie wel wint is de Italiaan Andrea Leoni, niet meteen een grote naam. Blijlevens is tweede, Ronnie Assé eerste Belg op de vierde plaats. Tom Steels is pas negende. De voetblessure die...